Hallo, dit is een jaarlegging voor de RAM. Welkom allemaal en fijn dat jullie weer zijn. Ook alle nieuwe mensen. Abonneer je alsjeblieft. Ik heb een jaarlegging voor de RAM gedaan, dus dan gaan we gewoon beginnen. Het ligt er al. Ik ga werken met de universele liefdekaartjes en de mystical wisdom kaartjes. Dus we beginnen bij januari. Eens kijken wat de volgende maand voor ons te brengen heeft. Oké. Het gouden pad. Nou, dat is mooi zeg. Dus je bent eigenlijk al steeds groeiende. En je gaat misschien bereiken in januari wat je zou willen. Dat je echt een grote stap gaat nemen. Het pad wordt ook steeds smaller, dus je gaat ook steeds sneller. Dus je gaat iets moois bereiken in januari. Nou, dat is mooi, lieve rammen. Oké, gaan we kijken naar februari. Oké. Je hebt eigenlijk iets aan, je bent iets aan het bereiken in januari en dat brengt je dan naar verwachting in februari. En dat is eigenlijk ook het derde oog, het vrouwelijke, het mannelijke in jezelf. Eigenlijk alle symbolen zitten daarbij, hè? Dus alle krachten in jezelf. Oké, heel mooi. Ja, je komt eigenlijk ook tot bloei. Dat is het ook, maar dan ben je in verwachting omdat je eigenlijk iets bereikt hebt. Weet je niet waar je dat gaat brengen, zeg maar. Dat is dan in februari een beetje zo aan het gaan. Oké. En dan in maart. Kijk, dan ga je naar je innerlijke stem. Dan heb je al zoveel bereikt, dus dan ga je die innerlijke stem ook veel beter horen. He, dan is eigenlijk de ruis weg. Dat derde oog is inderdaad geopend. Je kan je eigen pracht eigenlijk herkennen. En connectie met alles eigenlijk. He, de vlindertjes zijn. Nou, de bloemetjes die zitten in je haar. We zeggen de vlindertjes, maar het kunnen ook gewoon vlinders zijn. Je eigen pracht kan je herkennen. Weten dat je eigenlijk een pure godin hier op aarde bent. En dan kan je connecten met je hogere zelf. Dan kan je die innerlijke stem, ja, die leidt je eigenlijk het leven. Dus heel mooi. Je gaat die innerlijke stem dus beter horen in maart. Nou, dan gaan we eens even kijken naar april. Oké. In april gaat het op het seksuele vlak. Ja, ga je eenheid bereiken. Dus dat gouden pad kan bijvoorbeeld zijn dat je ook die liefde gaat vinden. Hè? Dan hoop je dat dus allemaal leuk gaat. Maar ja, het gaat ook om ontwikkeling. Ja, en jij kan dus met een andere persoon echt connecten. En dat zal dan ja, dan ga je ook dingen loslaten, zodat je die eenheid kan voelen. Mooi. Dan gaan we even kijken. Want dan komen de andere kaartjes. Hè? Dit is Mystical Wisdom. En dan wordt het in mei voor jullie, lieve rammen, tijd voor ontspanning en vakantie en ja, avonturen. Dus eigenlijk is het dan goed om er eens uit te gaan. Ja, nou dat zou dus in de meivakantie kunnen, hè? Maar misschien of eind mei als je gewoon zegt van nou, blijf toch in Nederland voor iets, maar ik ga toch iets ondernemen. Maar het gaat met name om dat je ook iets alleen doet, hè? Ook om te relaxen. Dus gewoon een weekendje en hopen dat die sauna's allemaal weer open zijn, bij wijze van spreken. Of de natuur weer tot bloei komt en dat je daarvan geniet. Hè? Dus oké. Ik had hem laten zien, hè? Mooi kaartje.
Ze vliegt lekker op de kleedje. Oh, ze zit erop. Ja, ik wou zeggen, ze vliegt erop, maar ze zit gewoon op een kleedje, ja. Maar alle dieren zijn mooi om erheen. Ze zit midden in de natuur. Dat was mei. Dan gaan we naar juni. Oké. Je hebt dus eigenlijk best veel dingen bereikt. Dan kom je tot rust. En dan is het belangrijk om in juni toch je laatste angsten die nog in je zitten los te laten. Laat de kracht van angst, laat die los. He, connect met de eenhoorn, met de engelen, met het universum en zeg, ik wil nu die laatste dingen loslaten. Lukt dat niet, kan je ook altijd bij mij in de praktijk komen. He? Maar je weet al dat je die innerlijke stem goed heeft. Dus die zal misschien ook wel tegen je zeggen van, nou is het echt tijd hoor, om iets te gaan doen. En dan kan je ook wel daarmee aan de slag. Je ziet alle planeten zitten hier achter ook erbij, hè? Oké. Okay. En die zijn ook dichtbij. Dus ja, het universum komt wel dichterbij. En dan komt nog weer een kaartje van zelfvertrouwen. Dat is mooi, jullie. Wees niet bang om alleen te zijn. To fly, zeggen ze, hè? Dus het leven te leven alleen. Ja, uiteindelijk zijn we allemaal alleen, hè? Maar we zijn ook alle één. Dus, maar we zijn veel groter dan dat we zelf zijn, hè? En kijk eens wat een prachtige kaart. Dat ben jij ook, hè? Zo'n prachtige vrouw, midden in de prachtige natuur. Heel mooi. Mannen kunnen dit natuurlijk gewoon zien als zijnde voor een man, hè? Het wordt een beetje warm hier, want de engelen die zijn er allemaal en dan krijg ik het een beetje warm. Okay. Misschien is het dat je dan in augustus, november, maart, april, mei, juni, juli, augustus, ja. In augustus maak je misschien, gaan de scholen weer beginnen of zo, of is er iets met je kinderen? En weet dan dat je kinderen beschermd zijn. Dit is Ariel, hè, die met de leeuw altijd afgebeeld wordt. Ariel geeft je ook moed en vertrouwen. Vraag Ariel anders om hulp. Hè. Okay. Die kracht zit ook in die kinderen, hè, die een tijger heeft. Weet dat je kinderen beschermd zijn. Dus het kan zijn dat je ergens zorgen maakt, maar je hebt eerst al die zorgen bekeken, hè, in juli. Dus zorg ook dat jij jezelf bent en dat je, ik kan met een heling ook je echt de zorgenkabels, zeg maar, doorsnijden. Hè, dat de liefdekoorden wel blijven bestaan, maar gewoon de energetische zorgenkoorden weggaan. Want ook laat die kinderen vrij om hun ding te doen en vragen anders om extra hulp. Jij weet heel goed wat ze... En zij weten ook goed wat ze nodig hebben. Oktober. Oh, dan komt de verlichting. Wauw. Heel mooi, lieve rammen. En ga ook... Ja, dan ga jij misschien ook nog iets nieuws ervaren. Of een nieuwe cursus doen. Of... Ja... Spirituele groei. En hoef je niet veel te doen, want het zit allemaal in jou. De pauw is er weer bij voor die schoonheid. Die chakra kleuren zitten er allemaal op. De dieren zijn er weer allemaal bij. De pracht en pralen, mooie huizen. Alles is erbij. He, dus stel je open voor de spirituele wereld en zeg van help mij ontwikkelen. Engelen. Ik kan ook nog wel zeggen welke engel je erbij kan helpen hoor. Maar dan gaan we nog eens even kijken. Misschien nog iets duidelijker doen. Even kijken, we gaan naar oktober. Oké, wauw. Mooi kaartje. Kijk,
Kijk, ze loopt eigenlijk een trap op, hè? Een trap van creatieve verwondering. Dus eigenlijk ook, ja, ze is een soort van prinses. En ze luistert naar mooie muziek. Ze heeft een mooi parfum. En een mooi, nou, er is weer pracht en praal, hè? Dat is er weer. Maar ga je passie volgen. Dus die verlichting komt en ga daarop door. Hè. Doe dingen met passie en de dingen die je graag doet. Misschien die muziek ja, even vragen of ze hier nog meer op. Sorry, ja, dat komt naar boven. Ook weer dat alleen komt hier weer. Maar alleen kan jij die verlichting krijgen. En alleen ga je die welvaart ook krijgen. Maar die passie, dat jij gewoon zegt van nou, ik ga leuke dingen doen. Of ik wil toch weer leuke dingen gaan doen. En die cursus bijvoorbeeld, dan doe je dat ook met veel passie. Maar die muziek zit daar ook bij. November. Tijd geworden om af en toe ook een meditatie te doen. Dan zitten we weer in die andere kaartjes, hè? Rust, die maan is weer op de achtergrond, maar mediteer. Dus dan is het af en toe tijd om gewoon weer rust te pakken. Dus je bent misschien wel druk met alles, met je gezin of met alles. Dan ben je nog met die cursus misschien een beetje bezig of die verlichting. Weet dat je af en toe ook gewoon even rust voor jezelf kan nemen. En meditatie kan ook in een boek lezen zitten. Hè? Dat kan in alles. Maar zelf hou ik erg van die chakra meditatie heling. En hier is ook weer het hart en het keel en het derde oog en de bovenste. Dus die bovenste chakra's, hè? Van de vijfde dimensie, die zitten er weer bij. Maar er speelt zich ook allemaal wat af in de buik. En in de buik zitten vaak de dingen die in je hoofd weer zitten geconnect. Oké. En dan krijgen we december. Dus over een jaar. Oh, wauw. De poort. Nou, dat is mooi zeg. Ja, het is eigenlijk dat teken van onbegrensdheid, hè, is dat. Maar je gaat echt een poort vinden met de spirituele wereld, met het universum. Dus je gaat beter connecten. Dus dat derde oog zal ook open gaan. En je kan veel beter de hulp via die innerlijke stem ook ervaren. Maar daar gaan dus ook dingen helemaal veranderen. Oké, ik wil op twee kaartjes nog wel eventjes verduidelijking vragen daar op die poort en op die verlichting, eigenlijk spirituele groei. Hè? En dat doe ik dan even met die met de energy kaartjes. Kunnen jullie wat duidelijk zijn voor de ram voor september? Voor de ram voor september, ja. Oké. Nou, in ieder geval is er een deur naar liefde. Is die er niet al in januari? Is het niet januari? Oh. Nou, dat is meer bij januari. Oké, maar nou september dan. September voor de ram. Nou, het is verlichting, maar het is dus een einde aan de storm. Dat zeggen ze eigenlijk, hè? Je kan af en toe, doordat je die fears kunnen hebben, is het bij die fears, ja. Oh, ze willen veel meer doorgeven, dus. Fears, storm, ja, dat kan alleen maar zijn doordat je dan op vakantie bent geweest. Dan komt er iets boven en dan kan er iets zijn en dan is het hem. En dan is het ook, je moet die ook hebben. Je moet zien dat het storm wordt, want dan kan je het loslaten.
En nou dan september, hè? Voor die verlichting. Kun je daar duidelijk over zijn? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, eigenlijk dat je alles kan doen. Je bent de goddess van de moon. De goddess van de moon. Dus de godin van de maan ben je. Haniel. Hè? Ja, jij hebt eigenlijk die hele maan kan je zelf ook hebben. Maar connect dus met die maan. Je gaat misschien daar wat meer over hebben. Is er nog meer over? Oké. Okay. Voor de ram voor 2021. Oké. Okay. Nou, dat is ook weer Walking Away. Oh, ik zal hem even laten zien. Die storm hebben we ook nog niet gezien, hè, geloof ik. Dit is die storm, maar daar ga je ook van weglopen. Kijk, maar Walking Away is eigenlijk ook dat je door een deur gaat, hè. Dus dat is het mooie. Je gaat die dingen loslaten en dan ga je een ander pad oplopen. Dus, maar ze willen nog niet zeggen van hoe die transformatie gaat lopen. Omdat dat voor iedereen ook verschillend kan zijn. En dat dat ook iets is wat je met die passie doet. Hè? Dus ga iets met passie doen wat je leuk vindt. Dan, ja, dan komt dat allemaal. Dan gaat dat allemaal lopen in het najaar volgend jaar. Kijk of deze kaartjes wat met je doen. En ja. Abonneer je graag. Ik zie jullie graag weer volgende keer. Dag.